Ja, waar staan we? Wat zien we hier achter ons? Hier achter ons, wij staan op het Centraal Station en hier achter ons zien we een brand die geblust wordt, waardoor onze trein niet rijdt. Ja, waar waren jullie onderweg naartoe? Naar een festival in België, Doer. En jullie komen hier ook vandaan uit Groningen? Ja, zo goed als ja. Ja, hoe nu verder? Ja, we gaan eerst even koffie drinken en dan maken we een verder plan. Volgens mij is het plan nu eerst via Leeuwarden en dan van Leeuwarden naar Utrecht. En dan pak ik vanaf Utrecht de auto. Dus we hebben nog even voor de boeg. En ik was op weg naar Arnhem. Maar ik heb geen idee of het nog verder gaat. Ik hoor net een omroep dat het misschien wel tot 12 uur kan duren. En eerst was het tot 10 uur, toen was het tot 11 uur. En ik weet het niet. Ja, ik zag een gebouw in brand staan en ze waren aan het blussen en op een gegeven moment leek het wel weer op te laaien. Dus vandaar dat het ook steeds wordt uitgesteld met die rookontwikkeling dat je daardoor niet verder kon. Het is me niet helemaal duidelijk, maar zoiets moet het dus zijn. Ja, hoe lang staat u hier al? Ik denk hier wel een uurtje. Ja, zeker een uur. Komt u ook vandaan of komt u uit Arnhem? Nee, nou, ik kom uit Zuid-Limburg. Ik moet ook naar Zuid-Limburg. Uiteindelijk. Ja, via Arnhem. Dus het is nog wel even vandaag. Ja, we bevinden ons hier achter het hoofdstation, hier in Groningen, aan de Achterweg. Daar is men druk bezig voor het nieuwe herinrichten van het stationsgebied. En in een van de gebouwen die in aanbouw was, is brand uitgebroken. Er is een NL Alert verstuurd. Wat was hier de reden van? Ja, er is een NL Alert verstuurd omdat er toch heel veel rook bij deze brand vrij kwam. En mensen daar last van hebben gehad, ook vooral in het gebied waar de rook heen trok. En om mensen te waarschuwen is er een NL Alert afgegeven. Ja, het is eigenlijk pal naast het station hier in Groningen. Had dat nog gevolgen voor de treinverbindingen hier? Ja, het treinverkeer is gedeeltelijk stilgelegd. Dan kunt u zich voorstellen dat het treinverkeer op dit moment niet mogelijk was. En dat zal later deze dag weer hervat worden als deze brand achter de rug is. Ja, hoe ziet het staat nu van de pand? Wat is de staat ervan? Ja, het gebouw is zwaar gehavend, dat kunt u wel zien. En het gebouw wordt ook helemaal afgepeld om alle brandharen die achter de isolatie zitten, om die te kunnen bestrijden.